Dat is opdracht 2. En zo gaan we iedere groepje een opdracht geven. En je hebt specht! Ja! Insecten, mieren. En pissebedden onder het schors. Dat heb ik al gezien. Ik had het schors weggehaald. Ja? En ja, het kwamen wel op pissebedden. Als er straks blaadjes aan de bomen komen, wie komen er dan? Luisje! Dan, ja, die bomen die hebben wel geprobeerd om heel hoog te worden. Moing. Maar het is niet gelukt, hè? Ze zijn toch doodgegaan. Moing. Ah. Een specht. Huh? Wat is dit nou zo? Die is volgens mij nog niet aangevreten. Je moet echt zo'n dennenappel vinden die zo helemaal rondom kaal is. Deze. Half. Deze meter. Die is, kijk, dat kun je wel zien, hè? Ja. Nou, wat zou dat zijn? Zou dat een muis gedaan hebben? Muis. Ik denk dat dit een specht heeft gedaan of zo. Het is een beetje rommelig, vind je niet? Zitten er donkere stompjes aan de tak? Nee. Zitten er aan beide kanten een doontje? Nee. Staan de knoppen aan en takjes samen tegenover elkaar? Nee. Zijn de knoppen dun en opvallend lang? Nee. Hebben de knoppen knopschubben? Nee. Nee. Dan is het stelboom. Dat is het niet. Nee. Kijken? Nog even. Dat is het een kaart. Oh ja, ik zag het. Hé, mijn naam! Volgens mij dennenappels. Het zit niet echt veel onder. Even wachten, Jesper. Als zit je te dicht op Linde. Krijg je dadelijk een botsen. Dit past wel, hè? Ja. Ja. Goed van mij, hè? Nee?